eerste werkzaamheden. Ik weet niet wat ze hier aan doen zijn, maar die vinden ze zich hier op de Polispromenade, zeg maar, bij een beetje naast Polis keuken. Geen idee wat ze hier aan doen zijn, want voor mij stond hier dat podium. Misschien dat ze dat aan het opknappen zijn. Ik heb geen idee. We kunnen eventjes even kijken. Ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn. Oh, nou, er staat gewoon een witte tent. Ik denk misschien dat ze gewoon dat podium aan het opknappen zijn of zo, want er stond altijd hier zo'n podium. En hier zien we ook al gelijk wat volgende schuttingen. Ik ga ook eventjes over de schutting kijken, ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn. Nou, we zijn de hele waterbak aan het leeghalen. En zijn ze ook een beetje bezig daarin. Oké. Nou, bijzonder. En ja, hier ligt nog wat van nep sneeuw op de grond. Grappig om te zien, want nu alle winterdecoratie is dus weg. Dus ja, dat is ook wel een beetje. Want het zou eigenlijk tot 6 februari duren of zo. Maar ja, ze hebben nu alvast opgeruimd. Dus dat is ook netjes of zo. Want dadelijk is het dan, tenminste dadelijk of een paar dagen of zo, is dan de 70ste verjaardag of zo van de Efteling. Dus ja, dat is wel een beetje. Dat het er mooi uitziet of zo. We gaan eventjes door naar het, de ingang van het Spookbos ongeveer, want daar zijn ook al wat werkzaamheden aan de gang. Nou, hier bij de Polispromenade zijn ook al schuttingen. Kijk maar, zijn ze ook bezig hier zo. En de vijfde waterding is ook leeg. En dan aan de andere kant, ja, het is nu zo'n heel klein pad geworden nu, kijk maar, like. De rest van het pad zit letterlijk echt hier, maar het is niet klein, het ziet er heel raar uit om hier te lopen. Het grappige is, ze hebben hier wel zo van houten palen met zo van lampjes. Met lampjes, nee, maar zijn ze hier bezig, maar het voelt aan de ene kant raar om hier te lopen, want het is zeg maar niet zoals de Efteling of zo, en ligt helemaal een soort zoals zijn grind of zo, van die soort zand met steentjes. Dus ja, het voelt heel raar om hier te lopen. Het voelt niet neutraal of zo. Maar hier zijn ze dus ook bezig met werkzaamheden. En zoals je ziet is de ingang van de Spookbos dus daar ook niet toegankelijk. En daar staan ook. Daar staan dus ook allemaal schuttingen voor. Dus dit is een hele soort, ik weet niet hoe je het kan noemen, gewoon een plek met heel veel schuttingen. En ook bij het begin natuurlijk die soort van hekken of zo voor dus het nieuwe hotel, waar ze dus nu ondergronds werkzaamheden gaan verrichten. Ik weet niet of dit de enige schuttingen zijn, misschien dat er ergens anders ook nog schuttingen gaan komen, sowieso bij het Spookslot. Want die gaat van de zomer dicht en dan moet daar dus een heel nieuw themagebied komen in 2024. Gaat daar een nieuwe attractie komen? Ik hoop een beetje wel dat het Spookslot daar niet per se blijft, sowieso niet, maar dat ze wel nog een soort van geestachtige spookachtig themagebied daar gaan creëren. Want ik bedoel, Efteling zonder geest spook thema, dat zie ik niet echt zitten. Er gaat een beetje een gerucht rond dat het misschien gaat om een drop tower. Ik heb geen idee, maar het zou ook gaaf zijn dat misschien dat ze een soort haunted mansion zoals in Disneyland Parijs en dat soort dingen gaan bouwen, maar dan een beetje een Efteling stijl zijn, maar dat je dan toch een beetje een soort spookkasteel hebt, maar dan in de Efteling, want dat heb je eigenlijk nu ook al, maar niet als een soort dark ride, maar dan moet je het nu gewoon dus of dan lijkt het me wel gaaf om een soort haunted mansion in Efteling stijl te hebben. Maar ik weet nog niet wat ze gaan doen. Dus je kunt nog tot de zomer hier in de Efteling het Spookslot zien. Het is inderdaad niet meer van deze tijd. En er zijn heel veel haatreacties, een beetje negatieve reacties op internet verschenen. Veel mensen zijn het er niet mee eens. Maar ja, je kan hier alles bewaren, laat het zo zeggen. Dus het gaat weg, ja. Ik ga nog eventjes wachten bij de poort van richting, voor mij was het andere rijk of zo, of maar een rijk, tenminste richting de wereld van Sinbad. En een leuk nieuwtje, aanstaande zondag, misschien dat ik er wel bij ben, want ik zou eigenlijk eerst zaterdag gaan.
Maar dan komt er een pinset uit van de wereld van Sinbad. En ja, die kan je dan met een bonnetje ophalen bij de ingang van naast Efteling of zo. En dan kan je om tussen 12 en 2 of zo kun je dan. Of tussen 12 en 1 kwestie meer kun je dan je pin ophalen bij de wereld van Sinbad. Bij een soort karretje. Dus ja, dat is wel nice. Dus ik ga er proberen zondag bij te zijn met Naomi. En dan zie je het ook al vanzelf. En toevallig zie ik nu pas Esperluzo ook. Dat is leuk. Nou, die kan je met op de foto met Pardoes. Dat is weer erg leuk dat je weer op de foto kan. Dus ja, even wachten tot het 11 uur is en dan kunnen we naar de wereld van Sinbad. Hier al verzameld bij de wereld van Sinbad. De poort zijn dus nog dicht, zoals je ziet. Wow, ik zie opeens daar, maar ook Sinbad de Zeeman in fucking archipel daar zo. Wauw, super vet. Ziet er echt nu al heel vet uit. Alleen vanwege de gladheid is dus archipel dus nog dicht en dan dadelijk op het wel nog Sinbad ook. Dus ik ben er wel heel erg hard voor.
was wel een beetje de oude wachter van het Carnival, maar ja, je kijkt gewoon daar naar een heel soort nieuwe beleving, een nieuwe soort show. Dat is ook wel gaaf. Salam, merchant travelers! Keep your merchandise safely between your feet and remain seated while sailing. There is a storm coming. Safe journey, merchant travelers! Voor de Efteling en je gaat op zich, ja, voor mijn gevoel, een beetje harder als bij Monsieur Carnival, zeg maar. Je begint dus inderdaad heel langzaam en dan gaat het op een gegeven moment steeds sneller. Heel leuk, want ik ga hem zo meteen nog eventjes vanaf de buitenkant filmen en dan, ja, er zijn ook allemaal special effects, maar zoals water dat zo omhoog komt en die banden die er verderop zijn, maar een beetje zo omhoog komen en de voice van Simon beweegt ook een beetje. Dus ja, ik ga zo meteen even een offerrijd maken van vanaf de buitenkant. We'll be right back.
Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie een beetje van deze Sirocco special hebben genoten, zeg maar. Zondag ben ik weer in de Efteling en dan komt dus de pin uit van Sirocco. Tenminste van de wereld van Simbad. Dus hierbij wil ik eigenlijk de video eigenlijk afsluiten. Vergeet niet te abonneren en een reactie achter te laten, te delen misschien en natuurlijk om een blauwe duimpje te geven. En een belletje even naast de abonneerknop in te drukken om niks te missen. En mij te volgen op social media, links van is allemaal in de beschrijving. En dan zeg ik hier vanuit Sirocco, tot bij de volgende video.